Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Ik gooi geen handdoek in de ring, je ziet me zweten. Al die munten die verander ik in peper. Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 22 februari. En ik ben vorige week begonnen met een weekvlog. En toen dacht ik, ik vond die aparte vlog zo leuk. En ik kreeg er ook echt hele leuke reacties op. Dus ik denk dat ik dat gewoon verder ga doen. Dus als je heel veel zin hebt in deze vlog, zou ik het heel erg leuk vinden als je alvast even een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met de vlog. Het is dus nu vrijdag en het is 10:30. Ik was vorige week, zoals ik net zei, begonnen met een weekvlog. En die week daarvoor had ik een week lang losse vlogs geüpload. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie nou leuker vinden. Een weekvlog of losse vlogs. Ik zal die beelden van de weekvlog, als ze iets voorstellen, nog even hier toevoegen. Maar ik ga zo meteen naar de stad met Im en met Eva. En dan gaan we even lunchen. En daarna moet ik naar school. Dus ik heb me helemaal klaargemaakt. En ik heb expres niks gegeten. Wat ik aan heb is een trui van Chiquelle. Als je iets bij Chiquelle wil bestellen, kan je altijd deze kortingscode gebruiken. En daaronder heb ik gewoon een simpel zwart rokje. Ik ga even mijn schoenen aandoen. En dan ga ik onderweg met de bus naar Leiden. Nou, oké, ik ben met Eve en met Im en we zijn bij Dende in de stad. Dus want we gaan even lunchen. Ja, ik wou net zeggen, het eerste wat ik vandaag eet is friet gewoon. Dat kan echt niet. Dan ook echt niet. Waarom heb ik eigenlijk een munthee met... Ja, ik heb geen munthee. Bonenthee met dat. Nou, dus we gaan even lekker lunchen. En dan moet ik vanmiddag om 3 uur, van 3 tot, hoe laat moest ik nou naar school? Van 3 tot 5. Half 5. Ik heb alleen muziek. Leuk. Oké, Im en ik zijn nog even aan het shoppen na het eten. En ik heb dus nu als eerst deze broek aan. Ik weet niet echt of je het goed ziet. Maar ik vind het wel leuk, maar ik vind dit wel heftig of zo. Ja, maar Im, ik kan dit bijvoorbeeld nooit naar stage aandoen. Net hoe ik hier iemand aan vast ga ketenen. Ja, vind je hem leuk? Ik vind hem wel leuk. Dus of zou ik hem in of in groene? Moet je per se in een of andere lange rok of zo? Nee, of een groene? Nee, dat zou ik niet doen. Wel zwart? Ja. Oké, nou dit en dit grijs stopje, maar die ga ik niet passen, dus die koop ik gewoon. Oké, ik moest opeens heel snel naar school, want we hebben dus nu eerder muziek. En we gaan even piano spelen. Iets zachter, alsjeblieft. Kan hij iets zachter? Bent, is dit echt je laatste les? Ja. Ik moet nog even een knuffel geven voor in de vlog. De afscheid. Deze heb ik nog niet geproefd. Ik heb echt een lifehack van de eeuw hier in de kantine. De chocomel met een espresso shot erin. Okay. Zo super lekker. Ja, is lekker hè? Katie White Café Mocha van Starbucks. Ja. Daar smaakt hij. Hij is lekker hè? Echt heel lekker. Ja, echt heel lekker. Oh ja, het is wel mooi. Mooi licht. Wel. Ik moet even de thumbnail maken. De afscheid. Nog meer afvallers. Maar niet met schijt. Even een ander liedje spelen. Ik ben echt jaloers trouwens op je telefoon. Op je ziek, vlog, hè? Op je vlog leek hij echt tering groot. Hij is ook heel groot. Ja, hij is echt even groot als je gezicht. Tering. Hij past gewoon bijna niet in mijn hand. Dankjewel, wel een klein beetje in de film. Dag schatten. Het is mijn laatste dag hier. Nou, ik vind het echt niet leuk, Bent. Ik voel me echt al heel alleen. Oh, schat een tandje. Kun je dit lezen? Ja. Oké, dan gaan we. Is dat een goeie? Een cover? Het is een cover. Een cover. Een koffer. Een koffer. We maken een koffer. Moet je dan niet even? Ziet er niet uit.
the words to change a nation, but you're biding your time. You spend a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we're gonna learn your song? So come. Maybe we're a little different, there's no need to be ashamed. Got the light to fight the shadows, so stop hiding it away. Come on, come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I wanna sing till the words drown. So put it in all of the papers. Can read about it, Don't can see us in a way that's different than who we are, creating space between us, still we're separate parts. Ik ben weer terug van school. En wat we dus gingen doen, ik had dus alleen muziekles. En dat was een beetje haasten, omdat opeens de les was verzet naar wat vroeger. En een meisje aan mijn klas, Bente, die had vandaag haar laatste dag. Dus we gingen gewoon een beetje karaoke en gewoon een beetje dingen doen wat we gewoon echt leuk vonden om te doen. Dus de muziekles ziet er niet altijd zo uit. Was het maar zo'n feest. Maar ik dacht het wel leuk om een paar dingen te filmen. Wat is er, joh? Rustig. Nee, zeg maar. Wat? Oké, en ik was dus naar de stad geweest en ik heb een paar dingen gekocht. Dus die zal ik eventjes laten zien. Bij de Bershka, oh nee, dit heb ik niet bij de Bershka gekocht, maar ik had nieuwe shampoo nodig. En dit zijn van die grote verpakkingen. Deze. Lang beschadigd haar. Nou, dat heb ik wel nodig. Dan heb ik een zwarte broek gekocht. En die broek heeft dus hier zo'n ketting. Ik weet niet of je het echt goed ziet. En hij heeft aan de onderkant een beetje pof. Maar die doe ik waarschijnlijk wel een van deze dagen aan. Dus dat zie je nog wel voorbij komen. En ik had nog even een leuk grijs basic shirtje gekocht. Met een klein turtlenekje. Dus deze. En ik had nog wat dingen gekocht. Ik had ook nog 4 pakjes make-up doekjes gekocht. Want die gaan bij mij gewoon echt heel snel. En deze dingen had ik nog gekocht. Ik dacht even inslaan. En een nieuwe mascara. En dit is dus de mascara die ik altijd gebruik. Aangezien ik er echt super veel de vragen over krijg. Snel maar even scherp. Dit is dus degene die ik altijd gebruik. Voordat ik jou ging ophalen vanuit werk. Toen was ik nog langs mijn moeder gegaan. Want ik dacht dat ik mijn camera niet had meegenomen. En toen lag hij alsnog wel weer hier. Dus ik ben gewoon 3 keer heen en weer gegaan. Handig, schat. Ja, sowieso een stuk. Nou, dus... Jongens, rijden, serieus? Denk misschien een minuut of zo? Ik heb make-up gehaald. Iemand reageerde vandaag dat we te vaak samen zijn. Nou, ik ben dus mijn 2e dag op je net ben. Ja. Een hele week. Mm-hmm. Dat is wel echt zo. Je net wil nooit zo graag. En ik was dus mijn Buddha to Buddha ring kwijt. En ik heb hem nu alsnog niet gevonden. En nu heb ik je het in de auto gekeken? Nee, dat niet. Dat was enig dan niet. Dan zeg ik dat dit raketje is niet in de auto. Ja, toch niet in deze auto. Dan zit hij. Oh, je Valentino is dan nog. Dat weet ik, onder het bed, hè? Ja. Hoe heet het? Het knopje open is mooier, ja, het knopje dicht. Ja. Kun je je schoenen uitdoen? Nee. En, Hoe heet het? Mick en ik gaan straks Temptation Island kijken. En we moeten nog 3 afleveringen, dus we hebben heel veel om te kijken. En daar heb ik heel veel zin in. En of zou ik nog 1 keer zoeken voor mijn ring en anders geef ik het gewoon op. Dan is die gewoon in de auto of hij is weg. Hebben we het toch niet nu maar morgen of zo? Dus hier. Kom, het is hartstikke laat. Het is 8 uur. 8 uur? Het is 9 uur. Half 9? Ik moet nog 1 ding aan je laten zien, ja? Dat is mooi. Doe eens je ogen dicht. Ik moet 1 ding aan je laten zien. Doe je ogen dicht. Ah, okay. Niet klaar, hè? Nee. Ik wil het zien. Wacht. Ja, maar dat is natuurlijk leuk voor jou, niet voor mij zeker. Yes. Ja, echt. Kijk, beste kijkers, ik geef Jeannette voor haar Valentijn een roos. En wat doet ze? Ze legt hem op haar bureau een week neer en is helemaal...
Het is pijn. Hier. Nee, gewoon nee, flikker op. Ik bedoel, mijn roos. Is goed. Als ik denk, ik ga mijn onderbroeken die ik veel heb gekregen, ga ik allemaal kapot scheuren. Oké, daar heb je alleen jezelf mee hoor. Ik heb die ketting niet, ik ga hem nu teruggeven. Krak. Dat is elastiek, hè? Elastiek, hè? Gewoon mijn roos laten uitdrogen. Ja, ik heb je ballonnen, heb ik nog hoor. Als ik hem even leeg prikken. Oké, dat is jouw ding. Ja, Meek, wanneer gaan we eigenlijk sporten? Oh, het is vakantie. Oké, Meek en ik hebben net Temptation gekeken. En wij zijn nu, hebben tot en met aflevering 3 gekeken. En wij vinden het eigenlijk nog wel een beetje tegenvallen met hoeveel er is gebeurd. Kijk, je moet eigenlijk zo, nee niet zo. Zo, dat is beter, hè? Kijk. Nee, niet okay. Zo bedoel, ik bedoel meer met je... Ja, het krijgt toch een lamme arm? Wat? Dit is alleen maar gunstig voor jou. Ja, nou, precies. Oké, nou, dus we hebben Temptation gekeken en er was nog niet echt heel veel sensatie. Dus we wachten nog even daarmee. Echt? Wat? Nou, het viel toch best nog wel mee. Ja, dat klopt. Dus, en Mick en ik gaan nu weg. Dus daarom hebben we allebei onze jas aan. En ik dacht, dan moet ik ook even de vlog afsluiten, want ik ga straks niet meer filmen. Dus als je het een leuke vlog vond... Zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet en ons even volgt op Instagram. Toch? Ja, sowieso. En dan zie ik jullie weer heel snel bij een nieuwe video. Doei doei!